Maar ik begrijp nou waarom hij zo gek was op Joke Bruijs. Ja. Ach, begin alsjeblieft. Heb je die gezien van de week? Nee, Oscar junior? Die had grote memmen, joh. Hoe dat ook, van die grote memmen, ja. Van die knoppen, zei je dat nou? Ik hoor hem allemaal dingen zeggen. Wat is dit allemaal? Nee, maar Joke was echt een wereldwijf, joh. Ja. Ja. Nou, echt een tof wijf. Het is maar Hans zegt tegen mij... Hans zegt, in dat huis had je nogal dunne wandjes... En dan kwam Jan en Joke op mij passen. Hans was toen een klein jochie. Ja. En, zeg, en dan ging Joke bovenop Jan zitten. En dan schreeuwde hij het hele huis bij elkaar. Ja, heb je het echt niet gezien? Ik weet niet, heb een klein stukje voorstel. Dan kunnen we even kijken. Of niet? Joop van Dalen of Joke Bruijs, die paste op jou als jouw ouders er niet waren. Ja, ja. Maar ze konden een keer allebei niet. Door het selectieve geheugen van Jan Boskamp is hij dat vergeten. Joop kon niet oppassen. Joke kon niet oppassen. Nou, Jan, de treinknecht, is toen benaderd door mijn vader. En die heeft toen de hele koelkast leeggevreten, die avond. Die heeft die hele koelkast leeggevreten, maar mijn vader wist niet dat Joke uiteindelijk toch nog kon. Dus, nou ja, ik heb dus... Dat heb je met die dunne wandjes, dan... Met die dunne wandjes... Krijg je alles mee, hè? Ik heb dus Jan, heel ondeugend, een klein beetje op Joke zien liggen. Ik denk dat Jan hier heel erg blij mee is bij deze ontboezeming. Ja. Ja. Ik zie het niet voor me. Dat is dus in dit huis gebeurd. Ik denk dat Jan ervan gaat schrikken. Dat heeft Jan nog nooit gehoord. Dat weet ik wel zeker. Maar het is wel zo. Je hebt er volop gelegen, Jan. Ja, Jan. Ik denk dat ontkennen geen zin meer heeft, hè? Op een gegeven moment. Dan houdt het op, ontkennen, toch? Nou, het is helemaal geen jeet wat in, maar als hij te veel vogelt, hè, dan word je dement ook, denk ik. Hè? Ja. Ik denk dat Hans hier een probleem heeft. Ja, vogelt hij te veel? Ik echt. Nee, zonder dolle. Dat is helemaal geen ook. Ik wou dat ik het gedaan had, ja, dan meen ik dat echt. Je. Want het is echt een lekker wijf. Ja. Ik heb nooit opgepast op hem. Want toen ik kwam naar Feyenoord... Johan weet dat. Hier heb je dus... Jij weet ook de kantine. En daar had je oma Henk Bos. En links woonde Corvel toen. Weet je wat nou het lullige van een verhaal is? Hans heeft hetzelfde als Wim Suurbier. Dus hoe vaker hij dat verhaal op... Gaat het geloven? Ja, gaat met dat potje en zo ook. Dat gaat ik heb dat verhaal over dat we achterin gingen zitten in een auto. Weet je wel? Dat heb ik nooit met Wim Suurbier gedaan. Dat heb ik een keer met een ander gedaan. Maar die andere die kan ik niet bij dat verhaal betrekken, want die kent niemand. Toen moet je eens uitleggen wie die gozer is. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd dat het met Wim Suurbier was. Maar dat was helemaal niet waar. Maar die Wim heeft nu zo vaak met dat verhaal geconfronteerd... dat hij zegt tegen mij, dat was wat hij toen achterin gingen zitten. Daar was hij helemaal niet bij. Daar was hij helemaal niet bij. Maar die zijn in dat verhaal gaan geloven, Hans ook.